Je vastbolletjes gesneden. Oh nee. Tulpenbollen. Ja, ja, ja. Deze is nog gelijk binnen. Ja, scan de rest vertrouwen. Oh, moet je nou eens scannen? Oh jee. Mes. Is goed, hè? Ja. Dan moet ik dan staan. Moet ik dan zo gaan staan? Kom eens scannen. Dit is niet fijn. Zijn op dit evenement. Ik vind het gewoon heel leuk dat, dat we zo'n grote opkomst hebben, dat we met 15 boten, 57 mensen vandaag de tocht gaan varen. Ja, jullie, als het goed is, heeft iedereen van mij een kaartje gekregen met de route. En ik deed het organisatorische deel en Hans die deed de geestelijk vader van dit hele evenement. En wat er ook gebeurt vandaag, hoe het ook loopt of gaat, ik zal vanavond aftreden als toerkommissaris. Oh. Dan neem ik mijn verantwoordelijkheid. En met ingang van komende woensdag is Romke de Vries hier aanwezig, onze nieuwe toerkommissaris. Romke, steek even je hand op. Voor jou hoor, ja. En dan zal ik Pieter, dan wil Hans nog wat dingen vertellen over de tocht. En voor de rest vragen en uitdelen met boten. Denk iedereen dat je wat één pinkhaar en één pen omheen hebt, want iedereen wil er graag eentje mee. Goed, even stoppen met de accordeon nog. Deze tocht is ontstaan natuurlijk uit zomaar een idee. Want vandaag en gisteren en eergisteren dagen ervoor was Reuring hier in Purmerend. En ik dacht, ach, bij ons zit ook zoveel talent in die club, dus waarom sluiten we niet aan? Ja, nou, dat is gelukt. Jaap en ik hebben samen de organisatie gedaan. Jaap noemde het wel eens de tocht onderwater, het theater onderwater. Ik weet niet of dat op het weer zou moeten slaan of om de boot die omging. Ik weet het nog niet, dat zien we dan wel. Dit is trouwens echt, het is geen toneel. Even voor het door. En dat iedereen denkt van, wat is er dan? Doet hij goed eigenlijk, maar het is nou, het is zo dat we hebben een programma gemaakt wat een beetje door ons is uitbedacht in tijd. Nou hebben we jullie natuurlijk niet aan een touwtje of aan een lamp, als je moet beter zeggen. Dus als je aan het schema een beetje houdt, dan heb je alle acts onderweg. En ik zou zeggen, zing uit volle borst mee. Ja.
Ja, ja, ik moet zeggen. Je echt methode krijg je dan, hè? Ja, had je even op ons moeten wachten. Ja. Oké, goede slag klaarmaken. Slag klaar en af. Theatervoorstelling. Kunnen we daar misschien eventueel wisselen? Naar mijn lied, waarin ik misschien voor meer dan 1000 jaren. Toen daar in het oud en grijs Stavoren nog groeiend en groeiend op Friesland stond het van een grote macht niet door de wereld, ja de hele zo. Tada! Pauze bemiddelen. Jullie zijn veel te vroeg. De voorstelling is pas over een uur. Ja. Maar ik weet alleen niet of er al iemand is bij de roeivereniging. Ja, aanleggen kan wel. Dat theater onder water. Het was verschrikkelijk. Ik zag helemaal niks. Ik neem aan dat dit de nudistenafdeling is van de roeivereniging. Wat zeg je? Dat dit de nudistenafdeling is van de roeivereniging. Ja, wij zijn al over. Ja. Nou, de rest volgt ook wel. Dat is echt idioot. Thank you.
Van de dag. Soep van de dag.